Hi, leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over hoe je je leven leest. Of dit vanuit schaarste of vanuit overvloed is. De eerste jaren waarin we leven bepalen eigenlijk hoe we ons leven leven. Of we deze vanuit schaarste leven of vanuit overvloed. Dat is niet echt een bewuste keuze die we maken natuurlijk. Maar dat komt meer door invloeden van buitenaf die bepalen wie wij zijn en hoe we onze identiteit zien. De eerste 7 tot 10 jaar, uitloop tot 10 jaar inderdaad, waarin we leven, wordt namelijk onze identiteit bepaald. En dat komt eigenlijk van allemaal invloeden van buitenaf, van de mening van anderen, wat mag je wel doen, wat mag je niet doen, al die dingen neem jij tot je en vanuit daar ga jij je eigen visie op de wereld bepalen. Vanuit daar wordt besloten hoe jij de wereld ziet. En onbewust zorgt dat er dus ook voor dat je de wereld vanuit schaarste of vanuit overvloed benadert. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de stoelendans. Iedereen heeft dat wel gedaan op de basisschool. Al die stoelen in een kringeltje, muziek aan. Als de muziek stopt, snel gaan zitten. 1 stoel werd weggehaald, minder dan het aantal mensen wat er was. En door zo snel mogelijk te gaan zitten, kon je ervoor zorgen dat je in de race bleef. Natuurlijk was dat een hartstikke leuk in de spel. Maar als je even verder denkt, dan zie je ook dat dit een spelletje is wat vanuit schaarste is ontstaan. Of wat daarmee gerelateerd is. Want de laatste die overblijft is natuurlijk de winnaar. En al kijk je naar marketing, websites bijvoorbeeld, zie je nu ook heel veel terug van deze aanbieding is nog maar 3 uur geldig. Koop nu jouw wat het ook is wat je wil kopen. Zorg in ieder geval ervoor dat je het snel doet. Want na deze 3 uur is het niet meer beschikbaar voor jou. En moet je het voor die volle 100% kopen. En dat willen we niet. Wij zijn er zo op geprogrammeerd dat wij die aanbieding willen hebben. Dus mocht je nog twijfelen, wordt die twijfel gewoon weggenomen. Door die 3 uur die je nog hebt. En zal het ervoor zorgen dat jij binnen die 3 uur die aanbieding nog koopt. Als je het een interessant artikel vindt. En waarschijnlijk als je de volgende dag terug gaat naar die website, is hetzelfde product weer in de aanbieding voor hetzelfde bedrag. En loopt de klok weer opnieuw tot middernacht, totdat het over is. Maar ons brein is er gewoon zo op ingesteld dat wij dan willen hebben dat dat een extra verkoopboost is. Gewoon omdat dat ook schaarste creëert. En eigenlijk die schaarste die ik net beschreven heb, die is overal. Hè. We krijgen er overtuigingen door mee. Iedereen leeft er eigenlijk gewoon naar. Bijvoorbeeld, ik moet hard werken om succesvol te zijn. Dat is iets wat heel normaal is en wat we eigenlijk vanaf jongs af aan al ingegoten hebben gekregen bij de paplepel. Je moet hard werken, want anders kun je gewoon geen succes hebben. Je moet je uit de naad werken om iets te bereiken. Hè? Je moet naar school, je moet werken, je moet opklimmen op de ladder. Alles moet je doen om mee te tellen in deze wereld. Een ander iets wat schaarste creëert is eigenlijk, ik moet verstandig keuzes maken met mijn geld. Ik kan het niet over de balk smijten. Geld groeit niet aan de boom. Allemaal van zulke soortgelijke overtuigingen. We moeten verstandig met ons geld omgaan. We moeten niet over de balk heen smijten. We moeten voldoende buffer hebben op onze spaarrekening. Wasmiddel kopen we als het 1 plus 1 gratis is. En niet gewoon als het normale prijs is. Want dat is zonde van het geld. Dat zorgt eigenlijk ook voor schaarste. Schaarste van geld is er niet genoeg. Ik moet voorzichtig zijn met mijn geld. Laatste voorbeeld is bijvoorbeeld dat je goede resultaten moet halen op school, want anders heb je geen kans op een goede baan. Je moet goede cijfers halen, een goede baan, opleiding volgen, opleiding afmaken. En het lijkt wel alsof het behalen van goede resultaten en een goede baan boven een gelukkig leven gesteld zijn. Natuurlijk, als je even verder denkt, je kan best gelukkig zijn als je niet je middelbare diploma hebt, maar als je wel vanuit je levenspassie leeft. Maar dat is niet zoals wij het meekrijgen op school en van onze familie en van onze omgeving. Je moet gewoon je best doen op school, je moet voldoende halen en je moet een goede baan krijgen. Dus die overtuigingen die we hebben, die zijn gewoon heel normaal. Het is eigenlijk de norm en we volgen als een kudde schapen het gedrag van de mensen om ons heen en het gedrag wat ons eigenlijk is aangeleerd toen we nog klein waren. Omdat onze ouders, grootouders, iedereen om ons heen leefde ook vanuit die overtuiging. Maar ja, wat gebeurt er nou als je tegen die stroom ingaat en gewoon je eigen hart volgt? Als je al deze dingen achter je laat en denkt, hey, wacht eens even. Dit systeem heeft het wel zo bepaald, maar wie is het systeem om dat voor mij te bepalen? Misschien leef ik wel een veel gelukkiger leven als ik tuinman wordt in plaats van een high office belegger voor, weet ik veel, de superrijken.
Ja, waarschijnlijk ben je dan veel gelukkiger omdat je gewoon buiten lekker in de natuur bezig bent. In plaats van dat je 40, 60 uur per week op kantoor aandelen koopt en belegt voor wie dan ook. Ja. Dat leven vanuit geluk en het leven vanuit passie, dat zorgt ervoor dat je meer overvloed creëert. In principe is het wel zo dat je op dit moment ook overvloed creëert. Dat heb je misschien niet veel door, niet zo door, maar je creëert overvloed misschien van dingen die je niet graag wenst. Ja, doordat we hebben aangeleerd dat er altijd overal schaarste van is, is dat ook onze overtuiging. En onbewust leven we dan ook vanuit schaarste. En we geloven dat we nooit rijk kunnen worden zonder hard te werken. Of dat we beter maar gewoon normaal kunnen doen, want anders passen we niet in het keurslijf. Ja, het enige wat we eigenlijk doen om dat een beetje te ontvluchten is 's avonds Netflix kijken, lekker een wijntje drinken en andere dingen doen om te ontspannen. En eigenlijk uit ons dagelijks hectische leven, waarin we niet gelukkig zijn, te ontsnappen. Maar ja, iedereen om je heen die leeft op dezelfde manier, dus waarom zou het voor jou anders zijn? Blijkbaar is dit de norm. Maar dat hoeft niet de norm te zijn. Het is net de norm die jij zelf kiest. Als jij ervoor kiest om vanuit overvloed te leven, om vanuit dingen te leven die jouw passie zijn, waar je echt gelukkig van wordt, dan zul je zien dat jij veel meer aantrekt van de dingen waar jij gelukkig van wordt. Jouw gedachten creëren jouw realiteit. Als jouw gedachten constant positief zijn, dan zul je zien dat je positieve dingen aantrekt en dat jouw leven eigenlijk gewoon vanuit de flow gaat. Als je constant negatieve gedachten hebt, dan zul je zien dat jouw leven een soort van negatieve spiraal wordt en dat jij steeds meer gaat krijgen van hetgeen wat je eigenlijk niet wil. Dus probeer de focus eens te leggen op hetgeen wat jij echt wilt bereiken, waar je echt gelukkig van wordt. Welk gevoel krijg je bijvoorbeeld als je denkt aan jouw favoriete hobby's? Of welk gevoel krijg je als je denkt aan jouw ideale relatie of aan jouw ideale droombaan? En wat zijn jouw doelen daarin? En welk doel heb jij om te bereiken op de vlakken waar jij gelukkig van wordt voor over een jaar? En ga eens kijken welke stappen jij moet ondernemen om dat doel te gaan behalen. En je hoeft niet opeens van... ik heb geen acteerervaring tot volgend jaar ga ik een Oscar krijgen voor mijn acteerprestaties. Het mag ook iets kleins zijn. En die kleine dingen kun je dan, of die grote stap kun je opsplitsen in kleinere stapjes. Bijvoorbeeld in het geval van acteren. Ik heb nog nooit een acteerles gevolgd. Misschien is dat voor mij dan een goede stap. Een goede eerste stap om te gaan nemen om uiteindelijk die Oscar te gaan winnen. Het zal waarschijnlijk niet volgend jaar zijn, maar wie weet wel over 5 jaar zijn. En zo kan ik mijn hele patroon onder de loep gaan nemen. Welke dingen wil ik bereiken? Waar word ik echt gelukkig van? En welke stappen moet ik gaan ondernemen om dat doel uiteindelijk ook te behalen? En kijk ook eens naar de dingen waar je geen energie van krijgt. En skip die gewoon uit jouw dagritme. Hè, als jij niet gelukkig wordt van telkens constant op visite moeten bij persoon X, hou er dan gewoon mee op. En de tijd die je daarmee vrij hebt, die kan je investeren in dingen waar je wel gelukkig van wordt. En zo creëer je eigenlijk een omslag in je eigen leven om ervoor te zorgen dat je steeds meer de weg gaat bewandelen van de dingen die je leuk vindt. En waarschijnlijk zullen de mensen om je heen het bijzonder vinden dat je dat doet. Dat je niet gewoon doet wat de regels voorschrijven. Maar wat maakt het uit? Het is jouw leven. Jij leeft maar één keer. Als jij er tegenin gaat en het anders doet en mensen zien uiteindelijk dat je gelukkig wordt. Hè. Weerstand zullen ze in eerste instantie altijd geven, maar als ze zien dat jij gelukkig wordt, dan inspireer je daarmee ook een heleboel andere mensen om hetzelfde te doen. Vond je dit een leuke video? Kijk dan eens in mijn playlist welke video's er nog meer zijn of ga naar mijn blog lindabisschop.nl om nog veel meer van zulke soort leuke inspirerende filmpjes te zien.